een weerbom in Frankrijk, spectaculair noorderlicht en hevige sneeuwval in de Alpen. Dit is de top 3 meest spraakmakend weer van deze week. Zomervakantie in de Alpen zit er niet in, want het is er volop winter. Een actief koufront heeft het helemaal wit gekleurd. Boven circa 1100 meter is er een flink pak sneeuw gevallen. Dezelfde frisse lucht die zorgt voor een wat lagere temperatuur in Nederland is ook naar de Alpen gestuwd en heeft daarvoor flink wat sneeuw gezorgd, met name aan de noordzijde. Het levert mooie beelden op, maar ook ongemakken. Code oranje en rood in Frankrijk. Het land is doelwit van hevige stormdepressies met harde windstoten van soms wel boven de 150 km per uur. De storm ontstond in zeer korte tijd. De luchtdruk daalde zo'n 40 hectopascal in 24 uur tijd. Als dat gebeurt, dan spreken we in de weerkunde van bombogenese of een weerbom. Ruim 7 uur lang, een schouwspel van het noorderlicht. Dat gebeurde deze week in Noorwegen, ondanks dat de zon in een fase van lage activiteit zit. Noorderlicht ontstaat als er op de zon een uitbarsting is geweest richting de aarde. De elektrogeladen deeltjes botsen tegen de dampkring van de aarde en de chemische reacties die dan ontstaan zijn kleurrijk en dat zien wij als het noorderlicht. Dat was hem alweer, de top 3 meest spraakmakende weerfenomenen van deze week. Volgende week zijn we er weer. Tot dan!